Te betekenen. Als iemand geen kinderen heeft, dan uh, is het belangrijk om om stil te staan bij de verantwoordelijkheid die wij dienen te dragen ten opzichte van andere kinderen. Een keertje zat een kleine jongetje op de schoot van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam en reflecteer beeldje in hoe mooi dit is. Hij zat op zijn schoon en hij zag tegen hem... Yahoolem: O lieve jongetje, Sem bismillah, Wakul Bijeminik, ik eet met je rechterhand, Wakul Mile en eet voor je nadat hij hem zag. Uh, uh, eten. En dat, hij, dat, dat deed hij niet uh, op, op, op de juiste uh, uh, wijze. Hij corrigeerde hem op deze zachtaardige manier. Dus wij, het hoeft niet alleen maar om onze eigen kinderen te gaan. Het is ook ons verantwoordelijkheid om voor uh, uh, andere kinderen uh, te zorgen. Maar ook om ons verantwoordelijkheid ten opzichte van hen te nemen. Zeker wanneer het gaat om opvoeding. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran Ya ayyuhal amanu O oh, jullie die geloven, eh, bescherm jullie zelf tegen het hele vuur. Maar ook jullie nageslacht, jullie gezinsleden, jullie familie. Want dat is een verantwoordelijkheid. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een andere overlevering. Ra in. Jullie zijn allen verantwoordelijk. Eh? En hij noemde daar een aantal het taken die vervuld dienen te worden. Hij zegt, de moeder is verantwoordelijk. De vader is verantwoordelijk. De leider van de staat is verantwoordelijk. Jullie zijn allen verantwoordelijk voor wat? Voor het creëren van de mens. Van de gezonde mens. Van een gezonde samenleving waar we met z'n allen wat aan hebben. Dus nu de kinderen niet. 8 uur of 6 uur of 7 uur op school zitten, is het belangrijk om met een methodiek te komen waarbij zij uh, uh, de nodige kennis kunnen vergaren. Vooral als het gaat om schoolactiviteiten, dat we hen daarin stimuleren en ondersteunen en Helpen om het maximaal uit hun leven te halen. Ben je zelf niet in staat om je kinderen te helpen met, bij het lesgeven? Schakel hulp in. Ja, nu ervaren we een ander probleem van ouders die niet in staat zijn om hun kinderen bij te staan, om hen te helpen. Probeer. Familieleden in te schakelen. Probeer vrienden te benaderen. Probeer ook instanties die daar verantwoordelijk voor zijn te benaderen om te kijken of ze iemand hebben die jou kan helpen. Probeer de school te benaderen, want dat is jouw verantwoordelijkheid en je dient die verantwoordelijkheid ook serieus, serieus te nemen. Dus dat is één kant van het verhaal. De andere kant zie ik deze tijden waarin wij leven, dat de kinderen vaker thuis zitten, ook als een gouden kans om hen bepaalde uh, uh, ethische normen en waarden mee te geven. Naast de, de, uh, naast de kennis die zij dienen te vergaren. Het is een gouden kans om te werken aan, aan een sterke religieuze identiteit. Probeer gezamenlijk het gebed te verrichten. Hoe mooi is dat? Dat jij het goede voorbeeld neemt als vader. Of dat jij het goede voorbeeld geeft, excuses, als vader. Of dat je het goede voorbeeld geeft als moeder. Probeer gezamenlijk het gebed te verrichten. Probeer een moment in jullie dag te hebben waarin jullie Allah subhanahu wa ta'ala Probeer maar al is het maar vijf tot tien minuten hè, met elkaar te zitten om de biografie van de profeet sallam, te bestuderen. Om één hadith per dag uh, 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 te lezen. Het, het, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. We hebben inderdaad niet heel veel liter, literatuur in het Nederlands, maar er is redelijk wat beschikbaar wat wij als mensen, wat wij als gezinnen, als moslims hier in Nederland kunnen gebruiken om onze kinderen het een en ander uh, uh, mee te geven. Weet je dat niet? Probeer je lokale moskee uh, uh, te, te, te benaderen. Alhamdulillah, hier in Leidserijn zijn we ook bereid om mee te denken, om mee te helpen. Om misschien uh, 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 teksten of, of boeken te adviseren. Die gezinnen ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Om uh, um, um, um een dag samen met hun kinderen op de juiste wijze te kunnen doorbrengen, InshaAllah. ta'ala. Het gaat erom dat wij die verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat we een zuivere intentie moeten hebben om onszelf. En onze kinderen in deze tijden van een alternatief uh, 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 te voorzien. Hoe mooi is het geliefde broeders en zusters. Als we een Koran programma gaan beginnen. Waarbij elke dag een deel van de Koran wordt gememoriseerd. Of dat we stilstaan bij de betekenissen ervan. Niet alleen maar om het te begrijpen. Maar ook om het vooral toe te passen. Wanneer je slechts vier tot vijf bladzijden per gebed reciteert. En dat hoeft niet heel lang te duren. Het kan binnen vijf minuten al gebeuren, bij, binnen zes minuten, dat je vier, vijf uh, pagina's uh, hebt gelezen. Dat wanneer je alleen dat vasthoudt, heb je in één maand de Koran uitgelezen. Het hoeft niet moeilijk te zijn op het moment dat wij onze tijd op de juiste wijze managen, dat we dat op de juiste wijze investeren en, en besteden. Dan kunnen we heel veel mooie dingen bereiken. Tegelijkertijd is het ook belangrijk, geliefde broeders en zusters, om ook. Aan de spiritualiteit te werken, maar vanuit een ander perspectief. Dat wij samen met onze gezinsleden, dat we samen met onze kinderen, uh, uh, een, 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 een goede doel gaan uh, uh, helpen. Hoeveel kinderen zijn in onze directe omgeving die geen laptop op dit moment hebben. Om vanuit huis te kunnen, te kunnen leren en onderwijs te kunnen genieten. Hoeveel kinderen hebben niet... De, euh, 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 zijn zo arm hier in Nederland, al klinkt dat heel raar. Er zijn gezinnen die geen internetverbinding euh, hebben om met school te kunnen communiceren. Er zijn kinderen die in badkamer hun huiswerk maken vanwege het feit dat ze geen ruimte daarvoor euh, 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 hebben. Dus hoe, hoe mooi is het als wij onze kinderen daarbij betrekken, als we samen een initiatief starten, als we naar mensen op zoek gaan die hulp nodig hebben en dat we dat, en dat, we dat gezamenlijk doen? In jouw directe omgeving, het kan zelfs jouw straat zijn dat er een oudere bejaarde thuis zit die geen boodschappen kan doen. Hoe mooi is het om die persoon uh, 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 daarbij te helpen? Dat is wat onze islam meegeeft. Dat is wat onze islam ons leert, geliefde broeders en zusters. Niet dat we thuis zitten en niks doen, dat we opgeven en geketend blijven, dat we in problemen leven en dat zo accepteren. Nee, de islam leert ons, geliefde broeders en zusters, om geduld te hebben. En geduld betekent niet dat je alles moet slikken. Maar geduld betekent dat je. In in, in, in actie moeten uh, 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 komen. De islam leert ons ook om een meerwaarde te zijn. Ik zeg altijd, je bent niet enkel een cijfer. Je bent een meerwaarde. Allah zegt in de Koran, Hij die de dood en het leven geschapen heeft, om jullie op de proef te stellen wie van jullie. De beste daden onderneemt. Laten we daarom innovatief, creatief zijn hè, in, 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 het, in het bedenken van oplossingen, van initiatieven waar de mensen wat aan hebben, maar laten we ook vooral productief. En, 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 en innovatief zijn in de manieren die wij uh, 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 dienen uh, uit te vinden, als ik het zo mag zeggen. Uh, die wij in, in, in leven dienen te roepen. Om gedrag jegens elkaar te verbeteren. Mag Allah subhanahu wa ta'ala uh, alle goede daden van ons accepteren. Mag Allah azza wa ons in staat stellen om een gezond, goed gezinsleven <trukte> te creëren waarin wij tot, tot, tot rust komen en ja, dat wij het patnaar Allah subhanahu wa taala op goede manier eh eh uh, zullen bevandelen aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal rahim walhamdulillahi rabbil alamin